Oké, ik moet zeggen, ik vind de winter altijd echt superleuk en supergezellig ook. Maar er is één ding wat ik er echt enorm aan haat en dat is dit. Ja! Het is fucking... zieke weerkaatsing. Het is fucking donker. Altijd echt al super vroeg en dat is zo erg stom. Hoi! Ja, de buurt denkt nu dat ik hem al gehoord ben. Oepsie. Ja. Vraag me soms echt af of de buurt denkt dat ik een mogol ben hier zo, want ze hebben me volgens mij al zo vaak horen gillen. Ja, verkoudheid, dat is ook kut aan de winter. Ja, wow, laat ik eventjes goed mijn camera gaan neerzetten voor deze nieuwe video, want ik heb iets te vertellen. Of ja, iets waar heel veel mensen op gewacht hebben in ieder geval. Nou, hallo, de camera die staat. Welkom dus weer bij een nieuwe video. Waarom ben ik zo scheef? Oh my god. Ik had laatst een aankondigingsvideo gemaakt waarbij ik zei dat jullie video's naar mij konden insturen naar deze e-mail. En daarbij kon je dus een video maken om bij mij thuis te komen. Hier zo in mijn gekke huis. Mijn super vette crib track. En die mail die is dus echt enorm overgespoeld met allemaal e-mails en video's en weet ik veel. Allemaal van jullie. Deze keer geen grapjes over condooms trouwens. Maar in deze video ga ik dus een paar video's aan jullie laten zien. Want uiteindelijk vind ik ook wel dat jullie mogen stemmen op wie er thuis komt bij mij. Want jullie zijn ook degene die die video moeten gaan kijken met die kijker dus. Ja, snap je het nog? Ik snap het wel. Doe natuurlijk alvast dat blauwe duimpje omhoog ook. Maar ik heb heel veel video's dus ook al hier zo staan. Kijk, daar. Ja, op dat scherm. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn echt enorm veel mensen die het gewoon niet begrepen hebben over wat ze nou eigenlijk moesten insturen. Dus sorry, mijn excuses daarvoor. Want je moest dus een soort van... Au, oh, zo... Je moest dus een soort van klein filmpje naar mij insturen waarin jij niet ging slijmen en vertellen hoe graag je wel wil komen. Nee, je moest een soort van sketch maken. Als je niet weet wat een sketch is, zoek het op. En ik ga ten eerste dus eventjes deze laten zien. Dit is een... Oh, nou, kijk hier maar. Het is inderdaad een heel erg schattig ventje, maar hij vertelt gewoon een heel leuk verhaal, een lief verhaal. Dus dankjewel voor je video inderdaad, maar het is niet de bedoeling wat er ingestuurd moest worden. Maar wel echt een dikke shout-out naar jou. Dan waren er natuurlijk ook echt enorm veel mensen die wel de boodschap hadden meegekregen. En dat was dus bijvoorbeeld ook dit meisje, of deze twee meisjes zijn het eigenlijk. Bij geologie. Jullie hebben vandaag een toets over paragraaf 6. En ik ga nu de blaadjes uitdelen. Ja, zoals je kan zien, geologie in plaats van biologie. Ik had er nog nooit van gehoord, echt nog nooit. Dus dat vond ik een hele originele. En nou ja, ze kreeg dus een toets over geologie en dan denk ik met allemaal vragen over mij. Kijk maar eventjes verder. Heb jij een blaadje? En nu ga ik het proefwerk uitdelen. Hoe kan je weten hoeveel katten Gio heeft? Ja, je hebt een 9. Ja, dus dit is precies de bedoeling wat je ongeveer in moest sturen met een origineel iets om bij mij thuis te komen dus. Dan de tweede video, dat is ook van een jongen en een meisje en... Hé, hey, ja. Kijk! Godverdering, neuk mijn onderbroek, man. Ja, ik moest echt lachen om eventjes dit, dat godverdering, neuk mijn onderbroek, sorry voor mijn taalgebruik, maar dat was dus inderdaad wat ik zei toen een opname fout ging. Als je dat nog weet, het staat ook op mijn Instagram, volg me eventjes hier zo. Dus echt super leuk dat jullie die grap erin gedaan hebben en ze hadden dus ook iets heel origineels erbij gedaan, met bijvoorbeeld mijn intro en outro. Let's go! Oh ja, trouwens, we zijn hier in een bos en we hebben geen water bij ons, dus... Ik weet niet wat we gaan doen. 3, 2, 1. Oh fuck. Oké, YOLO. Heel heet. Nee, ik zweer dus echt heet. Dus onthoud ook eventjes, dit is video 2. Want je kan al hier zo onder in de beschrijving gaan stemmen.
op wie jij vindt dat deze ronde van video's wint. Ik wil er namelijk een soort van beste video's uit gaan halen. En dat die dan dus bij mij mogen thuiskomen. Maar om dus ook eventjes duidelijk te maken, je krijgt een extra kans. En dat is tot 31 december kan jij weer een video insturen. Met de titel Thuiskomen bij Gio 2. Dat is de titel van het filmpje of van de e-mail die je naar mij toestuurt. En hopelijk heb je dus ook een beetje met de voorgaande filmpjes begrepen wat je moet doen. In plaats van een soort van heel lief verhaaltje over mij gaan vertellen. Dan komen we bij de allerbeste video van allemaal. Oké, grapje, ik weet niet wat hiervan de bedoeling is, maar je laat nu een filmpje zien en ik zie niet eens jou, dus dat vind ik heel jammer. Dus dan ga ik jou uitnodigen in mijn huis, terwijl ik niet eens weet hoe je eruit ziet of wie je bent of wat dan ook. Snap je? Dat is ook... Nee. En dan hebben wij weer een... Zo, even lekker dicht in beeld. Dan hebben wij er nog één en dat was... De Gio-gol, dus de Gio-vogel, denk ik. En kijk maar eventjes mee naar wat cijfers Sonne had. Oké, nou, dit is dus de Gio-gol. Heeft u deze toevallig laatst gezien? Nee. Dat is een grote teleurstelling. Maar dan ga ik gewoon weer verder met andere mensen praten. Maar alsnog bedankt. Helaas heeft niemand de Gio-gol gezien. Ik vind het echt heel erg, ik vind het echt niet leuk. Dus doe ik nu... Oproep aan jullie of jullie misschien de Gio-gol hebben gezien. Ik hoop het echt. Het lijkt me echt vet awkward, ook hoe dat meisje wegliep. Is dit een vriendin van je of was dit gewoon een meisje van je school die je vraagt of ze de Gio-gol heeft gevonden? Want anders was het echt... Ik raad verkoudheid. Anders was het echt het toppunt van awkwardheid. Ook dat gezicht al, hoe ze wegliep. Maar alsnog bedankt. Nou, dat is dus de derde video waarop jij kan stemmen. En dan hebben we de laatste, dus 4 video's in deze video. Ondanks de iets van 788 e-mails die ik heb gekregen met allemaal video's. Sorry, ik heb niet alles kunnen bekijken, dus don't blame me. Maar we komen dus bij de laatste video en dat was dit. Ook een soort sketch. Oh, wat hou ik nog van deze nieuwe update. Deze. Papa. Ja, leuk verzonnen. Dankjewel. Was ook een hele leuke video om te kijken. Maar het hangt dus af van jou. Jij daar achter je pc. Jij kan stemmen voor deze video. Wie er bij mij thuis kan gaan komen. Laat het achter. Er staat een poll in de beschrijving. Daar kan jij stemmen. En dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het dus een beetje leuk om te zien wat deze mensen allemaal verzonnen hadden om bij mij thuis te komen. Ik vond het in ieder geval heel erg grappig om enorm veel video's te kijken. Ook natuurlijk met allemaal hele lieve verhaaltjes. Maar ik had er een paar beste uitgehaald. En dat waren tot nu toe dan eventjes deze. Misschien zitten er nog wel betere tussen. Maar die heb ik dan over het hoofd gezien. Maar laat het weten. En dan zie ik jullie bij de volgende video over wie er eventueel bij mij thuis kan gaan komen. Later. Maar wat doe je daar, hè? Dat is wel leuk. Klaar, grapje. Wow.